helemaal van waarnemen, Jacobus. Daar staat geen flexspeler bij. Nee, dat hoeft ook niet. Anna Prins is automatisch. Anna Prins is de flex. Ja, wat er nu gebeurt is een beetje communicatie. Problemen daar, want het was eerst in derde honk bezet en de loper ging natuurlijk lopen naar de tweede honk. Die loper is Laura Wissing. Ja, en dan moet er een cut-off zijn, dus de bal wordt naar twee gegooid. Een korte stop was daar eigenlijk niet en de tweede honkvrouw kon hem niet afpakken. Ja, ja, ze gaat het doen. En het wordt een keer tijd ook. Oh, wat hij nog gemist ook. En er wordt op gescoord en Laura gaat door naar derde honk en die pakt dat mooi. En een standaard triple. Oh. Naar thuis wordt er gegooid. Ja, lekkere tik daar van Laura Wissink. En de stand is weer, is gelijk. Niet weer gelijk, is ja, ik gelijk. Weet niet of jullie dat... Hebben kijk, we hem? Natuurlijk zie je het niet. Als je ziet, ik wil graag... Heb jij die midvelder? Ik wil die midvelder hebben. Ik ja, naar de andere kant. Nee, de linksvelder maakte de linksvelder maakte de fout in principe. Even kijken wat we hem hebben. Een honkslag, misschien wel een tweehonkslag. Maar het werd een driehonkslag door een fout 7. Ja. Zou best kunnen. Nee, die scoort! Ja, die ja, en er wordt opgescoord! Ja, lekker de tik van Marielle Vleugels die daarmee op het eerste honk komt. Ah, die komt zelf nog even door die fout aangooien op het tweede honk. En die staat weer in scoringspositie. Woe! Dat was even een tik en die hadden we net even nodig van Marielle. Goed gedaan, even de spullen inwisselen bij het eerste honk. 3-2 voor Olympia, wow, ja. wow. De bal wel of niet gevangen werd. Nou, Cindy van der Zanden, daar heb jij wel. 2-1. Nou. 2-0. 2-0, ja, dan zullen de buitenvelders toch een klein beetje naar de morning terug toe gaan. Want één run kunnen we nog hebben. Er is wat consternatie dat ze getikt was en het honk niet vast zou hebben. Kijk, de herhaling. Nou heeft ze de bal, maar nu tilt ze de hand op, wordt er gezegd. Nou, dat kunnen we nu zien. Ja, en dan kan Martin natuurlijk wel vragen aan Patrick of hij het gezien heeft, maar daar weet ik het antwoord op. Nou, dat is door niemand te zien, behalve door ons. Uit. Nou zeg, dat is, dan heeft Patrick het dus wel gezien, hè? Hij heeft het dus wel gezien en ja. Het was inderdaad, ze gleed met de hand langs het honk, je kon het in de herhaling, ja. Kon je het zien. Okay. En die hand die ging echt een centimeter van het honk af en ja, toen was ze toch uit. Oké. Okay. Hoppa dan. Oh, tegen, up en, ja, dat is net uit en oh, dat is een Willem van de voorkant in slow motion. Dat willen we zien. Prima gedaan. Kijk eens even hoe die bal komt. 1-6-3. Ja, die wil ik hebben in slow motion. Maar daar gaat hij. Hoppakee. Hij kwam er wel keihard op. Tegen de pitcher aan. Die gaat omhoog. Gevangen door 6. En gegooid naar 3. En Hebbes. Ja, uit. Nou ja. En nu dan. Hup. Pakken en game over. En dat is een 3-2 overwinning hier voor Olympia. Geweldige wedstrijd, kan niet anders zeggen. Goed gespeeld van beide kanten. Maar ja, nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd. Soms zit het mee of soms zit het tegen. André, bedankt voor de assistentie. Erika, bedankt. Michael, bedankt. Hans, bedankt. Wij sluiten af en wij zien elkaar aanstaande donderdag waarschijnlijk weer bij de All-Stars tegen het Nederlands team.